Nou, mijn naam is Rosa, ik ben 25 jaar en ja, in het dagelijks leven ben ik controller. Nou, ik heb de Mini One als auto op dit moment. Nou, ik rijd Mini sinds mijn 19e, eigenlijk het moment dat ik mijn rijbewijs heb gehaald. Nou, mijn eerste Mini was ja, de tweede generatie Mini, dat was een blauwe. Nou, ja, het was een cadeautje van mijn ouders, omdat ik graag een schakelauto wilde. Dus toen hadden ze me een Mini cadeau gegeven. Nou, de naam van mijn Mini is ja, niet zo origineel, maar Mini. Mijn Mini geef ik een cijfer 9, want ja, af en toe mis ik wel ja, toch wat pk's. Ja, de allereerste lange rit was naar Brugge toe, samen met mijn vriend, wat heel gezellig was. Schadevrij, maar iemand heeft wel tegen me aangereden. Dat was aan de achterkant. En ja, ik baalde enorm. Nou, het grootste minpunt is als je 1,80 meter bent, dat je nooit een stoplicht ziet. Nou, over het algemeen rijd ik wel heel netjes. Comfort. Misschien moet ik sport toch nog maar eens een keertje uit gaan testen. De voorzijde. Ja, als je naar de Mini kijkt, dan... Ja, dat geeft gewoon een big smile. Ik denk wel met Barack Obama zou ik ja, samen een rondje willen rijden in de Mini. Ik zal geen namen noemen, maar dat is een van mijn vriendinnen. Omdat ja, elk jaar heeft ze wel een ja, akkefietje met haar auto. Nou, de hoogste boete is ja, over de A10, omdat ik 5 kilometer te hard reed op de trajectcontrole. Lederen bekleding en het liefst ook nog wit. Nou, voornamelijk luister ik Latin music of een beetje ja, Spanish songs. Ja, natuurlijk mijn autosleutels.